Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tante Suikerspin, Premium LED en VSK Schilderwerken. R-U-D-O. Rio. Ah! Ik hou van deze. We zullen kijken of we kunnen afdingen. Nou, kijken of we het voor een tientje kunnen krijgen. Ja. Zelfs 's nachts als ik slaap, leg ik nog haring schoon te maken. Nou, ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Wat een gezelligheid. We zijn vandaag op de markt in Oegstgeest. Het draaiorgeltje, ik weet niet of je hem hoort, maar die staat er ook. Ik ga zo meteen even kijken of we een plaatje kunnen aanvragen bij ze. En we gaan eens kijken hoe het met de mensen in Oegstgeest gaat. Welkom bij een nieuwe Rudo vanaf de weekmarkt in Oegstgeest. Rudo! Mevrouw, wat een gezelligheid hier in Oegstgeest. Het draaiorgeltje is er. Ja, het is aardig weer. Ja. Is het altijd zo leuk hier? Ja, wel druk altijd. Want we zijn de hele parkeerplaats kwijt natuurlijk. Ja, als het markt is. Ja, als de markt is, ja. Maar u gaat wel altijd even naar de markt? Altijd. Ja, dat vind ik wel gezellig. En hoe lang bent u al Oegstgeestse? Wij vanaf 69. Oh, dat is echt al heel erg lang. En waar heeft u daarvoor gewoond? In Leidschendam, 10 jaar. Oh, dat is wel echt in de buurt. En waarom op een gegeven moment dan naar Oegstgeest gegaan? Omdat we een beetje groter wilden wonen. We hebben een mooi huis hier, dus. En we wonen nog steeds met plezier hier, dus. Ja, en welke, ik hoef niet je adres te weten hoor, maar in welk gedeelte van Oegstgeest wonen jullie? Weet u de Hofbroekelaan bij de hockeyvelden? Oh, maar daar woon je wel mooi. Ja. Nou, maar hier hoef je ook nooit meer weg dus. Nee, we gaan horizontaal het huis uit. Nou, ik durfde het niet, dat vond ik een beetje een brutale vraag, maar ja, weet je als je daar mooi Mijn man is 93, die wordt 94, dus die kan niet meer mee, anders ging die altijd wel graag mee naar de markt. Maar is dan niet je de grootste nachtmerrie dat je uiteindelijk misschien eindigt in Wijkersloot? Nou, de hopen voor gespaard te blijven. Want ik vind afhankelijk zijn, vind ik vreselijk. Nou ja, dat kan me voorstellen. Dat je zegt, ja, eigenlijk wil ik gewoon horizontaal dat huis uit. Maar ja, als je gezondheid het niet toelaat. Of zeg je, nee, doe mij dan maar gewoon lekker zorg aan huis. Ja, je weet niet hoe het loopt. Je hebt al een indruk en je denkt er wel over na, maar ik weet het niet. Mag ik dan toch één brutale vraag stellen? Als uw man 93 is? Wat denkt u? Ja, nou ja. Ja, nou, ja. Dat is vraag. Begin 80, dacht ik. Misschien midden 80 dan? Nou, tegen de 90. U bent tegen de 90? 89 hoor ik. Nou, mijn oma die is ooit 89 geworden. Ja. Maar die zag er, ze leeft toch niet meer, maar die zag er een stuk minder kwiek uit dan u. Ja, nou dank u wel. Ik hoop zo te blijven, want ik moet mijn man een beetje verzorgen nu. Hè? Dat is, nou, ja, nu maar ja, goed, dat heb je ook niet zelf voor te zeggen. Nee. En dus hij ligt nu op bed, dan ga ik gauw boodschappen doen. Want als hij eruit komt, dan wil ik er weer zijn. Ja, dat snap dus ik. Dus het is allemaal een beetje spannend. Maar ik kan me ook voorstellen dat je heel dankbaar bent dat je op je 89ste er nog zo bij loopt. Want volgens mij ben je nog heel actueel. Ja, nou, ik ben zo en het gaat nog goed. Dus, En hoe hou je jezelf bij de tijd? Ja, zit je op Facebook? Nou, heb je Instagram? Facebook. Doe je dat allemaal? Allemaal. Echt waar? Ja. Oh, dan ga ik je volgen, dat vind ik leuk. Ja. Plaats je vaak dingen ook? Ja, Facebook sta ik ook, ja. Oké, nou, dan gaan wij Facebook vrienden worden. En dan zou ik zeggen, snel door naar de markt, want anders is hij straks wakker, hè? Dan komt hij toch niet op de film? Ja, nee, jawel. Waarom denk je dat zij erbij staat? Ja, ik niet voor de leuk. Niet voor de leuk. Nee, een fijne dag. Bedankt. Rio! Doe je ook aan verzoekjes? Leg maar wat je wil. Nou ja, Mart Hoogkamer natuurlijk, hè. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Dat is goed, dat heb ik niet waar. Heb je die echt? Oké, kom ik zo bij je terug. Rio! Zo, energie goed. En u bent de coach? Ja, ik ben een van de. We hebben ook acht coaches in Oegstgeest. En ik ben een van de acht coaches die dus bij mensen thuis langs gaat om vragen over energiebesparing te beantwoorden. Maar kunnen wij niet zo'n gesprekje dan doen? Ik woon niet in Oegstgeest, maar op zich. Sorry, ik doe even mijn brood uit. Ga even. Is het toonbaar? Dan kom ik. Ja, oké. Okay. Maar stel dat ik nu gewoon zo langsloop en je spreekt me aan. Dan kom ik zo aanlopen. Hallo. Dag meneer. Hallo. Mag ik u iets vertellen over energiebesparing en wat de gemeente Oegstgeest daar kan doen? Ja, graag. Want we hebben hier in Oegstgeest natuurlijk heel veel verschillende huizen. We hebben hele nieuwe huizen die heel goed geïsoleerd zijn. We hebben grote huizen in het oude dorp waar gewoon allemaal nog heel veel te doen is. En we hebben gewoon kleine oude huisjes waar je ook wel wat kan doen. Maar die gebruiken meestal niet zoveel energie. Dus je moet, als je kijkt wat voor huis woon je, ook kijken wat voor jou de maatregelen zijn. Oké, maar wat kan de gemeente voor mij doen dan, afhankelijk van in welk huis ik woon? Ja, nou, als je in de jaren 30 huis woont in het dorp, dan is het heel vaak belangrijk dat je dan je spouwmuren isoleert. Ook kan je zonnepanelen op je dak zetten.
En je moet kijken wat voor cv-installatie je hebt. Daarnaast is het natuurlijk ook een dubbel glas verhaal. Als je nog veel enkel glas hebt, nou, dat moet natuurlijk allemaal anders. Dus. Maar als je naar huizen kijkt in Nieuw-Rijngeest, ja, die hebben vaak allemaal dubbel glas, die hebben spouwmuurisolatie. Dus daar kan je op een andere, moet je op een heel andere, kleinschalige manier eigenlijk energie besparen. Maar nou wil ik best wel meedoen. Ik vind het ook wel belangrijk voor het milieu. Maar wat heeft de gemeente daaraan? Of waar helpen die mij in mee? Nou, de gemeente helpt om deskundigheid te geven. En voor een deel kan je ook kleine subsidies krijgen. Of tenminste, die kan je via de Rijksoverheid krijgen. Maar de gemeente geeft daar informatie over. Dus het is meer een tussenstap, de gemeente, dan dat ze echt helpen. Maar de gemeente heeft wel een plan aangenomen dat een aantal wijken van het gas af moeten. En daar gaat nu een paar wijken gaan nu, onder andere de Bloemenbuurt hierachter bij aan de andere kant van de Lange Voort. Wordt een van de pilotwijken waar in eerste instantie wordt gekeken hoe kan zo'n wijk van het gas af. Nu ben jij van het Milieu-Educatiecentrum. Ja. Waarom sta je hier dat verhaal te vertellen? Waarom wil je je dinsdag daarvoor opofferen? Dat klinkt een beetje negatief, ja, maar waarom is het belangrijk om hier te staan? Ja. Deze jas is van mijn educatiecentrum, die had ik toevallig aan, omdat ik vanochtend les heb gegeven aan kinderen van de basisschool. En dus je staat hier met een andere pet? Ja, ik sta nu met de energiepet op, maar het is allemaal natuurlijk, ik ben dezelfde persoon die in die jas zit, dus dat maakt verder niet uit. We concluderen toch dat we met z'n allen het energieniveau omlaag moeten in huis en dat je dat ook heel veel met kleine maatregelen kunt doen. Je kunt korter douchen, je kunt dubbel glas doen, je kunt je tochtstrips isoleren. Kortom, het hoeft allemaal niet. Het is allemaal niet zo ingewikkeld of zo. Maar waarom vind jij het belangrijk om dat te vertellen aan mensen? Omdat ik vind dat we met z'n allen toch die klimaatreductie, die 1,5 graden van Parijs, moeten halen. En dan is het toch wel, vind ik, alle kleine beetjes helpen. En heel veel kleine beetjes. Ja, we zijn 23.000 mensen in Oostgeest. Alle kleine beetjes is gewoon voldoende om weer een stapje te maken. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor de inwoners van Oostgeest, want ik weet dat je ook Ga Goed Zoeterwoude hebt, je hebt ook Ga Goed Leidendorp. Ja. Maar ik zie hier op het foldertje, ga naar gagoedoegscheest.nl en daar vind je meer informatie. Ja, en daar kan je ook een afspraak maken met een energiecoach die bij jou thuis komt om met z'n tweeën. En dat ben jij dan ook weer? Ja, maar ik heb 6 collega's, dus een van ons net wie er tijd heeft in zijn agenda, die komt dan en dat bereiden we voor aan de hand van energierekeningen, hoeveel energie mensen gebruiken. Dus dan hebben we gewoon een uur lang een serieus gesprek. Nou, heb je een kopje koffie over? Ga naar gagoedoegscheest.nl. Bedankt. Ja hoor, en goede dag verder jullie hier. Rio! Mevrouw, dat vind ik een positieve instelling. Oh. Ik hoor je roepen, je leeft maar één keer. Maar één keer, ja. Waarom roep je dat? Nou, omdat dat zo is. Ja, toch? Wil je hem passen? Nee. Maar deze, ik hou Wacht even. Wat zeg je? Ik zei, daar hou ik van, deze kleur. Ik hoor net, je leeft maar één keer, dus waarom niet? Ja, ja. Weet je, maar ik moet... Die andere mevrouw loopt snel weg. Die denkt, nou, die is mooi. Ja. Ik denk even goed na van, heb ik eigenlijk wel kleding nodig nog? Ja, maar ja, heb je het nodig? Nou, nee, maar af en toe, vind ik het leuk gewoon. Ja, maar waarom, wat kosten ze? U werkt hier niet? Nee, ik werk hier niet. 15 euro. 15 euro. Ja, ja. Maar ik hou van ze ook. Oh. Hallo. Ik hou van deze. We zullen kijken of we kunnen afdingen. Nou, kijken of we het voor een tientje kunnen krijgen. Ja, doe maar. Nou, als u dit kan doen voor mij. Nou, zullen we. Wie is de baas? Die meneer. Die meneer. Met die met de baard. Meneer, komt u eens. We willen graag een broek. Maar is er nog een beetje met de prijs te onderhandelen? Dat is 2 voor 25. 2 voor 25? Ja, dat heb ik niet. Nee. En 2 voor 20? Heb ik ook niet. Maar hoeveel heb je wel? 15. Kijk hoor. 10. Maar we kunnen ook zeggen 1 voor 12,50 dan. 13 euro. 13 euro. Dat gaat niet mee. Mag eentje, maar nee. Eentje voor 13 euro? Nou, eentje voor 13 euro. Oké. Okay. En welke kleur vind je mooi dan? Ja, ik vind deze kleur leuk. Die blauwe? Ja. Of die roze vind ik leuk. Ja, hou er eens naast. Roze? Ja. Ja, wat denk jij, Brigitte? Zou die blauwe doen, denk ik? Ja, ik zou ook die blauwe doen. Ja, ja. Maar ik weet niet wat voor maat dat is. Dus de maat past wel, hoor. Die maat past wel. Het is, kijk hè. Ja, ik vind hem... je kan hem one size fit all. Oké, nou dan wil ik... Nou, weer een tevreden klant.
Rio! Maar wie ben jij dan? Ik ben een vriendin van haar. Jij bent een vriendin van haar? Maar wat ga jij kopen dan? Ik ga niks kopen. Nee? Maar je komt wel altijd op de markt? Ik kom altijd even op de markt. En waar woon je zelf? Hier in Oegstgeest, Haaswijk. En al lang? 36 jaar. En hoe, ja, je mag eigenlijk niet vragen aan een dame hoe oud ze is, maar hoe oud ben je? Ik? 24. Dan ben ik ouder. Ja? Nee, maar werk je nog of niet? Nee, vrijwilligerswerk. Oh, en waar? Wijksleut. Oh, bij het bejaardenhuis. Tenminste, mag je het zo noemen of het verzorgingshuis? Verzorgingshuis. Oké, ken je iedereen? Nou, bijna. En hoe lang, wat doe je daar en hoe lang doe je dat al? Nou, voorlopig doe ik even niks. Oh, want? Of is geen leuk verhaal? Nee, okay. Daar wil ik het niet even over hebben. Ook. Nou, dan gaan we het er niet over. Waar gaan we het wel over hebben? Nee, nergens, nergens over. Nee, dan ga ik er weer vandoor. Ja, is goed. Tot ziens, hè. Fijn je gesproken te hebben. Rio! Voel je je al gezond? Sorry? Do you feel healthy already? Not yet, maybe, but it tastes nice. Ik zie jou overal, joh, een paar weken geleden al in Leiden. Wij zijn ook in Leiden, maar tegenwoordig dan is ons product zelfs beschikbaar bij de Libreien in Zwolle. Oh ja, maar dat is dan, maar ja, dan mag je wel trots zijn. Ja, nee, we zijn apentrots daarop. Dus, ik kom je even gedag zeggen, maar ik denk... goede smaak is. Dus die waarderen de Paulies ook. Ja, maar we hebben elkaar in Leiden gezien, ja. What do you think of it? What do you think of it? I think it tastes nice and I could taste the essences of all these ingredients, so it's nice. It's very healthy. Gember, yeah. Lemon, curcuma, yeah. Spices. Yeah, so it's nice. I think it is healthy. Yes. Healthier than a croissant. Rio! Is het al een nieuwe? Hij is nu al een paar minuten oud, maar hij is nog wel nieuw. Maar is het de Hollandse nieuwe? Weet ik niet, moet je aan de baas vragen, denk ik. Is dat de baas? Dit is de baas, ja. Meneer de baas, zijn dit al de Hollandse nieuwe? Ja, vanaf 2 uur vanmiddag mag het, hè. Mag het ook? Oh, dat mag echt nu? Nu toch 2 uur? Ja, het is 2 uur. Ja. Nee, dan mag het. En wat is nou... Ja, jij bent de kenner. Weet ik niet. Ik weet niet zoveel. Je bent de visboer? Nee, ik ben visman. Je bent de... Vroeger hadden we boeren, tegenwoordig, ja. Dat is niet... En vind je boer te negatief? Nee, dat is helemaal niet negatief, maar alles gaat mee, hè. Dus dat... Ja, nou, oké, okay. Nou, laten we zo zeggen, broer, jij bent de visman, jij hebt er meer verstand van dan dat ik ervan heb. Hoe zijn ze dit jaar? Ze zijn voortreffelijk, echt. Dat is absoluut helemaal niets gelogen. Ze zijn lekker vet, lekker dik, dus smaak is perfect. Nou, ja, vraag het maar aan die meneer, die heb er net een gereden, dus hoe zijn ze? Lekker vet, goede smaak. En wat is het vetpercentage, weet je dan? Ja, rond deze tijd van het jaar zitten ze al rond de 20% en zelfs meer. En dat is voor het begin van de nieuwe haring is ontzettend goed. We hebben jaren meegemaakt, nou dan kwamen ze nog eens rond de 10-12%. En dan krijg je niet zo'n lekkere haring als nu. En nu wel? En jij staat nu de komende weken elke dag alleen maar dit te doen? We staan alleen maar continu, zelfs 's nachts als ik slaap, leg ik nog haring schoon te maken. Krijg je die lucht wel van je handen af dan? Daar heb ik geen problemen mee, dus ja. Hey, succes de komende tijd. Ja. Rio! Je hebt hem gevonden! Ja, tuurlijk. Kijk, draai je hem vaak of niet? Heel vaak, ja. In Leiden, vooral in Leiden. Ja, maar waar kom jij zelf vandaan dan? Leiden. Oh, je komt uit Leiden, ja, maar waar kom je allemaal met je draaiorgel dan? Alleen maar in Leiden hier. Ja. Oh, ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Je kijkt me aan. Nou, goed hoor. Wat doe je met... Nee, ik ken niet. Nee, je ga niet. Hey, maar hoe is het nou om een draaiorgel te hebben? Ik ken een heleboel beroepen, kan ik me iets bij voorstellen. Ja, het is een hobby, hè? Hey, kan je er niet fulltime van leven? Ja, was maar zo'n feest. Had je dat wel gewild vroeger dan? Ja, denk het wel. Ja. Maar wat doe je nog meer dan? Want je moet ook je boterham... Niets meer afgekeurd voor mijn rug. Ik heb een hele slechte rug. Nou, dus, dan is, dus je hebt een uitkering en je doet dit erbij? Ja. Wat is nou het leuke aan een draaiorgel hebben? Ja, met de paplepel ook ingegoten. Mijn ouders deden het ook al, mijn vader. Maar ben jij dan van een bekende draaiorgelfamilie ook? Ja. Welke naam? Mink. 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 Ja, je hebt er een hele... Krul is ook zo'n bekende, ja, toch? Ja, ook een hele bekende, ja. En wie, wat voor... Ja, volgens mij heb je er nog wel meer. Broers heb je, je hebt van Putten. En hoe trots ben je op dit orgel? Wat maakt deze zo bijzonder? Dat hij heel, heel compact is, heel klein en fijn. Want hoe lang heb je deze al dan? Deze is van de familie. Kan je eens laten zien hoe dat hem... Wat wil je zien?
Ja, nou ja, ik hoor altijd wel muziek eruit. Maar hoe werkt het nou? Wat is nou het orgel? Met wind. Ja, maar dit doet ook wat. Dus allemaal door wind komt dat allemaal. Dus als je geen wind hebt, dan speelt hij niet. En dit is voor de sier, maar dit is een instrument. Dat zijn belletjes die slaan op de maat mee. En doet die accordeon het dan ook? Die doet ook mee. Die? Die doet ook mee, ja. Die doet ook mee. Nou ja, is toch leuk. Niet de hele tijd. Is toch leuk. En Mart, ik hoop dat je zit te kijken. We gaan nog even een stukje luisteren naar het draaiorgel. Tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Tante Suikerspin, Premium LED en VSK Schilderwerken.